Welkom kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe stream en een gloednieuwe video als je dit op YouTube kijkt. Het is vandaag tijd om alles te gaan openen van deze ETB box. Ik denk wel de lelijkste ETB box die er ooit gemaakt is. Het is gebaseerd op Pokémon Go. Nou, is er toch nog iets goeds uit Pokémon Go gekomen. Namelijk het Pokémon kaartje. Er zitten een paar hele vette kaarten in deze set. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel vette kaarten we gaan krijgen. In zo'n Elite Trainer box zit namelijk heel veel onzin altijd. En maar 10 pakjes kaarten. Hier, reclame voor Pokémon Go. Nou ja, daar zit niemand op te wachten. En verder allemaal de Pokémon. Oh, je kan echt wel veel vette kaarten hierin krijgen. Dat is wel leuk om te zien. Dit is zo'n tussenbox. Ik weet niet of jullie dat wat zeggen, maar zo'n tussenbox. Er zijn geen boosterbox van, alleen maar ETB's of losse tins, geloof ik. Dus ja, wat ik al zeg, bij ETB's zit altijd een hoop onzin. Zo ziet het er al iets vetter uit, maar het is nog steeds een van de mindere ETB's qua uiterlijk. Nou ja, alle karton dingen gaan eruit. Oeh, wat zijn de sleeves? Oké, wel vette sleeves. Eerlijk is eerlijk, dit zijn wel vette sleeves die erbij zitten. Niet dat ik die gebruik, maar misschien ooit als ik het nodig heb. Er zit altijd een pakketje met energies bij. Ook heel veel altijd. Dat is voor een starter qua Pokémon kaarten wel heel erg leuk. Als ik heel eerlijk ben. Nogmaals, ik gebruik het niet, maar toch is het vet. Je krijgt een gratis codekaart erbij. Die zal ik hier even bij me bewaren. En je krijgt, en dat is wel vet, een full art Mewtwo erbij. Wacht, die ga ik even zo laten zien. Een full art Mewtwo V. Dus dat is wel vet. Die krijg je erbij. Maar ja, die heeft natuurlijk iedereen. Dus. Oh, ik zie wel iets anders wat heel mooi is in deze set. Ik haal eerst even die full art Mewtwo eruit. Want dat is de kaart die je krijgt bij deze set. Zo, die ga ik alvast sleeven. Zo. Oké. Dan zitten er van die dividers in. En die dividers zijn wel erg vet. Want die gebruik ik ook om al mijn comments op te slaan, zeg maar. En die dividers met Mewtwo erop, die zijn heel vet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dan zitten er altijd dobbelstenen en van die fiches bij. Hier, een V-star fiche zit erbij. Dat is wel grappig. Zo. En dan de kaarten waar het natuurlijk allemaal om gaat. 10 pakjes met kaarten. Wel 10 add-ons in plaats van 4 zoals er in de Celebrations box zaten. En de pack art, als ik heel eerlijk ben, is best vet. De pack art is best wel vet, zoals jullie zien. Dit is best wel grappig, toch? Je hebt wel maar één soort pack art, maar toch vet. Dus ik denk dat we maar eens gaan beginnen. Zo. Oh, dat zijn ook aparte. Als ik het goed zie, zijn dat ook aparte energies. Er zitten rood en wit aan de zijkant, zie je dat? Dan heb je Candela. Er staat overal Pokémon Go bij, dat is wel echt lelijk. Een Pheasant. Jullie horen mijn wasmachine trouwens op de achterkant die klaar is. Lunatone. Squirtle, Meltan, Bidoof, Magikarp, Bidoof, Reverse Holo. Alleen, hier staat iets belangrijks. En een Pikachu Holographic. Op zich een vette kaart. Maar zoals jullie zien, ik zal hem dichtbij proberen te houden. Ik hoop dat hij dat ook scherp stelt. Dat betwijfel ik namelijk. Ja. Er staat een dittootje. Zien jullie dat? Dat betekent dat dit een ditto is. Dus die gaan we eens even eraf poelen. En dat vind ik heel vet aan deze set. En het is ook een holographic. Ik weet eigenlijk niet of alle ditto's holographic zijn. Maar dat vind ik wel echt heel vet aan deze set. Eerlijk is eerlijk. Dat vind ik wel echt heel vet bedacht. Die gaan we eens wel even sleeven. Yo, Dioninho. Zo. Vette ditto. En meteen in de eerste pack.
Dus dat is wel nice. Dat ik in ieder geval heb kunnen laten zien wat deze set een beetje speciaal maakt. En natuurlijk zitten er ook wel vette kaarten in deze set. Maar... Haar tweede pakketje. We hebben hier een Water Energy, Pupitar, Chansey, Spark, Alolan Raticate, Alolan Rattata, Spinarak, Pikachu, Wimpod, Meltan Reverse Holo en een Snorlax Holographic. Ik heb het gevoel dat er in elke pakje een Holographic zit. Ik weet niet of jij dat kan beamen, Dioninho. Nog even checken of er niet nog ergens een ditto zat. Of misschien dat alleen de reverse holo ditto's kunnen zijn hoor. Dat zou ook nog best wel kunnen. Ja, is elke. Oké, okay, elke pakketje zit dus een holographic. Goed om te weten. Thanks voor de confirmatie. Dan gaan we naar het derde pakketje. In het derde pakketje zit een Dark Energy, Steelix, Satu, Candela, Alolan Raticate, Tangrill, Natu, Larvitar. Even kijken, een Reverse Numel Spinarak of Bidoof kunnen het dit of zijn. Thanks. Ambipom, Reverse Holo Rare Candy en een Gyarados Holographic. Pakketje nummer 4. We hebben een Grass Energy, Solrock, Lure Module, Charmeleon, Charmander, Eevee, Natu, Ambipom, Larvitar, Reverse Holo Raticate en een Sylveon Holographic. Die Sylveon is best wel vet. Moet alleen alle Gold Cards, Rainbows en Alt Arts nog en de Full Art Melmetal. Oké, okay, je bent al goed bezig met uitpakken van pakketjes dan, merk ik al. Het is wel een leuke set, maar daarom baal ik dat je van dit soort setten nooit een boosterbox kan kopen. Want ja, om elke keer zo'n UTB te halen... Vond ik met de Celebrations wel leuk, maar hier zitten daar... In zo'n Celebration zit eigenlijk altijd wel een vette kaart, zeg maar. En dat is nu niet per se. Dus dat vind ik dan wel jammer. Oké, een Chansey, een Spark, Ariados, Bidoof, Magikarp, Eevee, Onix, Numel, Reverse Holo Charizard, oké. Okay. En Articuno. Hebben we ook alle boxen besteld voor de promo kaarten, maar die krijg ik over 2 weken pas binnen. Oké. Okay. Omdat dan de tin die ik ook had pas op 15 juli uitkomt. Oké. Okay. Gaan we naar de volgende. Dan zijn we over de helft al. Ja, we zitten nu op pakje 6. Een Fighting Energy. Blance. Ariados. Egg Incubator. Magikarp. Apom. Meltan, Tranquil, Squirtle, Reverse Holo Bibarel en een Blissey. Ja, nou dat zei ik net ook, dat die sleeves vet zijn van de ETB. Ik moet zeggen dat ik de uitstraling van de ETB aan de buitenkant, echt van het karton zeg maar, die vind ik niet zo heel vet.
Die van dit gedeelte, die vind ik dan wel weer wat vetter. Alleen ook een beetje meh. Alleen ik vond die dividers, zeg maar, en de sleeves vond ik wel echt heel erg vet. Card trick doen natuurlijk. 1, 2, 3, 4. Fire Energy. Lure Module. Charmeleon. Pupitar. Tranquil. Natu. Larvitar. Ambipom. Slowpoke. Reverse Holo Solrock. En een Alolan Exeggutor V. Grappige kaart. Pakketje nummer 7. Nee, dat is niet waar. Pakketje nummer 8. We beginnen met een 4-star kaart. Lunatone, Rare Candy, Unvescent, Spinarak, Wimpod, Bibarel, Bidoof, Slowpoke. Oh, Radiant Charizard, die moet wat waard zijn. Shiny Charizard, holy shit. En oh mijn god, en een Full Art Executor, holy shit. Ja, ik heb 1 ETB, ja. Holy shit, die kaart is fucking vet, die Radiant Charizard. Super pack, inderdaad. Die Alolan Exeggutor V is inderdaad ook vet, maar die Charizard die moet wat waard zijn. Dat kan bijna niet anders. Ik heb hem eventjes gehardsleeved. Ik laat aan het einde natuurlijk ook nog alle kaarten zien die ik heb gepoeld. Maar die Full Art Alolan Exeggutor die is ook erg vet. $30.40 was best netjes. Goldcard Mewtwo, oké, goed om te weten. Energy, Ariados, Incubator, Solrock, Magikarp, Onix, Eevee, Nummel, Alolan Raticate, Reverse Holo Charmander, Mewtwo V-Max Rainbow! Holy shit! Holy shit! Holy fucking shit. Dit is de vetste kaart die ik heb? Holy shit. Wajo. Even kijken. Ja. Wajo. Super dikke kaart. Inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Holy shit. Die is fucking vet. Holy shit. Oh, ik heb nog 1 pakje over, maar eigenlijk is het ETB al goed. Holy shit. Oh. Die ETB was het zeker waard, inderdaad. Oké, laatste pakje. Een Metal Energy. Een Pokestop. Slowbro. Candela, Magikarp, Meltan, Eevee, Pikachu, Squirtle, een Reverse Holo Articuno en een Lapras. Inderdaad, met alleen die kaart heb je de ETB al terug. Dat is echt vet. Zo, nou dan ga ik mijn hele oogst even laten zien.
als afsluiter van dit gedeelte. Ik ga natuurlijk nog wel verder streamen, maar in ieder geval voor het als afsluiter van het openen van Pokémon kaarten. Ik heb vandaag gehad een Holographic Lapras, een Full Art Alolan Executor V, een gewone Alolan Executor V, een Blissey, Articuno, Sylveon, Gyarados, Snorlax, Pikachu, Ditto, maar één Ditto, heel veel mensen krijgen meerdere Ditto's. Dit is de promo kaart die erbij zat, of heet dit de promo kaart? Nee, in ieder geval de kaart die er altijd bij zit, dat was die Mewtwo. En dan hebben we de twee hard hitters, de Radiant Charizard, dus eigenlijk de Shiny Charizard, en de Mewtwo V-Star Rainbow. Hele zieke kaarten. Oh, dit is wel een promo kaart. Oké, ja. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet noemen. Holy shit, dit was fucking vet. Mochten jullie dit op YouTube terugzien, doe een duimpje omhoog voor deze video. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.